opheffing basisschool Schinop Geul? Welke Pieten neemt Sint mee naar Schinop Geul? En onthulling muurreclame Victoria Verzekeringen. Donderdagavond 17 november is een bijeenkomst geweest waarin de sluiting van de Sint-Antonius basisschool is besproken met de ouders, de leerkrachten en Inovo. Nelleke Gielissen van het oudercomité is erbij geweest en geeft ons een toelichting. Wat is er gisteravond besproken? De directrice en het bestuur en de leerkrachten waren gisteravond aanwezig. En die hebben ons eigenlijk niet echt iets nieuws verteld. Het is voornamelijk wat in de mail stond. Dat de Sint-Antonius-school in Schinop Geul per 1 augustus 2017 gaat sluiten. En dat ze er echt alles aan gedaan hebben om het open te houden. Maar dat het voor een reguliere school niet mogelijk is in dit krimpgebied, zeg maar. Dat zijn geen schokkende mededelingen. Hoeveel ouders waren er gisteravond aanwezig? Er waren zeer weinig ouders aanwezig. Ik denk 7, 8 ouders die er waren. Is natuurlijk omdat toch al bekend was, iedereen had de e-mail gekregen en bekend was wat er gezegd zou worden. Dus dat is begrijpelijk. Dan hebben jullie ook, denk ik, gesproken over de toekomst. Na 1 augustus 2017, wat er dan gaat gebeuren, welke opties zijn er? Bert Nedersen van Inovo gaf aan te weten van het Ons Ouder Initiatief voor het stichten van een vrije school in het Heuveland. Hij stond hier positief tegenover. Hij is momenteel ook met Stichting Pallas en de gemeente mee aan denken naar mogelijkheden. Zeker omdat het ook niet echt concurrentie is voor hun. Het is een school met een regiofunctie die vanuit alle streken in de buurt mensen, kinderen aantrekt. Dus die denken mee en ze hadden zelfs zoiets van als er personeel mee over zou willen, dan vonden ze dat ook prima. Ieder had recht op zijn eigen keuze. En dat stelde op zich wel gerust. Even los van of het natuurlijk in Schinop Geul gaat zijn. Ze gaven wel aan dat ook in hun optiek dat de beste optie was voor een vrije school. Dus daar zijn we als initiatiefgroep natuurlijk alleen maar blij om. Dus ze willen meewerken, ook de gemeente wil meewerken. In een vorig traject hebben ze dat al bekendgemaakt met de school, want het is eigendom van de gemeente. Als er nou mensen zijn die dit zien en die zeggen van kinderen willen we volgend jaar bij een nieuwe initiatief onderbrengen, waar kunnen ze zich dan melden? We willen heel erg benadrukken dat mensen zich echt nu vrijwillig kunnen melden als belangstellende via onze website. Dat is www.vrijeschoolheuveland.nl. Vul het belangstellingsformulier in. In december hopen wij meer zekerheid te krijgen. Waarschijnlijk kunnen we dan ook starten met harde inschrijvingen. Dus dat het echt een officiële inschrijving is. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief en je wordt op de hoogte gehouden. Volgende week zondag wordt Sinterklaas feestelijk ingehaald hier in Schinop Geul. En wij vroegen ons af, welke pieten komen er naar Schinop Geul toe? Rabadjo, welke pieten komen naar Schinop Geul zondag? Nou, vier hebben hier in Schinop Geul. Het is al vanaf 1950 dat het Sint-Niklaas-comité besteedt. We bevinden het al die traditionele zwarte pieten. Daar staat je ook op? Daar steunt we eigenlijk op. En we proberen dat ook zo lang mogelijk stand te houden. Het is zelfs zo dat we dus nu met de collecte die we de zekere jaar doen, voor dus eventueel wat geld op te halen, voor alles te organiseren, van de luiten horen kregen van als de zwarte pieten niet zwart zijn, krijg je er ook geen geld. Dus het leeft hier in Schinop Geul dat toch de mensen zelf ook willen dat de zwarte pieten zwart zijn. Wat deed een Sinterklaascomité eigenlijk? Nou, via Sinterklaas zorgen dus dat er voor de kinderen, voor alle kinderen in de school, in de leeftijd van de schoolgaande jeugd, dat die dus gewoon hier naar Sinterklaas kunnen komen, die kregen dan een presentje. Vergund afhalen. Sinterklaas komt van spoor om 2 uur. Dan komen we dus met optocht, met de vervaar voorop, komen we langzaam hier op het gebouw aan. Dan gaan we geen spelletjes doen met de kinderen. Kinderen kunnen naar Sinterklaas gaan, ook de allerkleinste kinderen naar Sinterklaas gaan. En dan kregen alle kinderen kregen dus een presentje. En dan hebben we weer wat hier in Schinop Geul, wat ik zelf eigenlijk nog het allerzondste vind aan het comité van Schinop Geul, is dat via ook de zieken en de bejaarden het s'morgens nog kunnen bezoeken. En die kregen dan ook een kleine tentie. Van de gemeenschap is dat, en het Sinterklaas te brengen dan.
zich even naar de toekomst kijken. Is het dan toch mogelijk dat hier in Sint-Opgeul andere Pieten in zijn keer de intocht metlopen? Ik denk dat we best wel met de tijd moeten metgaan. We houden nog alles scherp in de gaten wat hier in Nederland gewoonde is. En ik denk dat er is een kentering bezig. Dus we zullen ook wel eens een keer met moeten gaan. Dus. De zingende kerstboom staat weer te pronken op het Theodor Dorpplein. Zaterdag, precies 7 dagen voor aanvang van kerststad Valkenburg, is de boom opgetuigd. Vorig jaar stond de boom langs de geul in de Goze Wijnstraat. Dit jaar is hij terug op het Theodor Dorpplein, in het middelpunt van Santa's Village. Volgend jaar krijgt de boom weer een andere plek, want dan wordt er gewerkt aan de realisatie van de dépendance van Hotel Croix de Bourgogne. En zo ziet de zingende kerstboom er vanuit de lucht uit. Nu net is hier in Valkenburg een nieuwe muurschildering onthuld. Ik praat even met de voorzitter van de stichting Tekens aan de Wand, Henk Roelofs. Van de Victoria-verzekering. Henk Roelofs, hoeveelste muurschildering is dit? Dit is de 20ste. In pak en beet 13 jaar tijd. Het is een hele mooie Victoria levensverzekering. Mij zegt het niks. Dat is een levensverzekering van zoveel jaar terug? Ja, 1883 opgericht. En dan tamelijk snel daarna, en rond 1900, in Valkenburg op de muur geschilderd. Met de bedoeling dus om mensen die verzekering te laten afsluiten. Ja. Waar heeft hij oorspronkelijk gehangen, deze muurschildering? Oh, in de Lindenlaan. En wie heeft hem nu geschilderd? Die is geschilderd nu door twee van dames. Die twee dames die al vaker muurschilderrols gemaakt hebben. De dames Hyun. Het is een beetje moeilijk uit te spreken. Ze komen beide uit Vietnam. Maar wonen al enige jaren in Vaals. En die zijn zeer kunstminnend en zeer bekwaam, want ze doen deze dingen prachtig. Ja, het ziet er heel mooi uit, heel sprekend, heel mooie kleuren. Mm-hmm. De mensen in Valkenburg, die kunnen deze muurschilderingen ook steunen. Ja, we hebben dus natuurlijk de vrienden van de fresco's, in navolging van de vrienden van het Kruis op de Toren. En als er nu mensen zijn die zeggen, ja, wij staan achter jullie, we vinden het fantastisch dat jullie dat doen, dan zouden we graag zien dat ze dat ook via een fonds van de vrienden laten zien. Met de bedoeling ook dat er een onderhoudsfonds gaat komen. Want al die schilderingen, die moeten natuurlijk onderhouden worden. Nu nog niet. De oudste muurschildering is 13 jaar oud. Daar is nog niks meer aan de hand. Maar er komt een moment dat die verf gaat bladderen of dat er andere dingen gebeuren. En dan zullen we dus daar toch weer mensen tegen de muur op moeten om het te herstellen. En dat kost geld. En hoeveel muurschilderingen wilt u nog nieuwe gaan zetten in Valkenburg? Er staan er nog 2 binnenkort op de lijst. En daarna, al met al, dus wel 10 stuks nog. Vanaf deze week kunt u in Valkenburg Centrum genieten van al dat moois dat kerststad Valkenburg u te bieden heeft. Dagelijks zijn de beide kerstgrotten voor het publiek geopend. U kunt kiezen tussen de gemeentegrot aan de Kouberg of de fluwelen grot aan de Dalemerweg. Daarnaast is ook Mergelrijk verderop op deze Dalemerweg geheel in kerstsfeer gedompeld. Op alle woensdagavonden en zaterdagavonden trekt door het centrum de Christmas Parade. Het is een parade van verlichte praalwagens en vrolijke dansers in prachtige kostuums die op een nieuwe, speciaal gecomponeerde Christmas song door het centrum van Valkenburg lopen. Op het Theodor Dorpplein wordt de kerstmarkt Santa's Village gehouden. En tijdens de Route d'Amuse wandelt u langs diverse restaurants van Valkenburg. En dit tot begin januari. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.